Deze pianostukken van Janáček heb ik leren kennen als tiener dankzij een opname door de pianiste Jet Reuling. En op de cover van die plaat staat een mysterieuze muurschildering gemaakt door Matthijs Reuling, de broer van de pianiste. En dat beeld en de muziek zijn voor mij altijd met elkaar verbonden. En pas onlangs ontdekte ik waar die schildering te zien is. In Museum De Buitenplaats in Eelde. Deze muziek spreekt mij onder meer zo aan omdat de vorm zo losjes is, denk ik. Quasi geïmproviseerd. Het is een soort mozaïek van muzikale gedachten. En een paar deeltjes ervan zijn oorspronkelijk gecomponeerd voor harmonium. En het zijn deze deeltjes die ik graag laat horen in de versie voor rietquintet.